Hey, en welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Zien wie dat we moeten vermoorden, hè? Oké, een wapen, dat weet ik al. Dus we zijn gewapend. We gaan hier eens kloppen. Precies niemand anders. Nog eens proberen. Ja, ik heb mijn wiring naast me staan, want anders is het te warm. Ja, wat wil jij nou? Fuck man. Wie fuck? Ik heb het al 1000 keer gezegd, ik wil geen junkies in mijn deur. Ik zeg geen junkie, jong, klotzak. Ja, score, man. Moet je verdomme eerst bellen, ja? Ik heb gebeld. Kom op. Move. Tjoe, hè. Het was mislukt om mijn wapen te pakken. Dan klop ik nou eens op die deuren. Fuck, ben je doof of zo? Ik zei donder op. Ik krijg last met jou. Nou, ik kook me al. Klootzak. Rustig aan, man. Hè? Huh? Lex. Wat wil je? Doop? Geld? Nee. Ja, geld wil ik altijd. Wat je wil? We maken een dealtje. Hè? Huh? Nee, merci. Ah, maar dan kom. Hey, zot! Holy zot! Wat zijn dat? Dat zijn hazes, hè? Oeh, wapen te... Oh shit. Nee! Fuck, die boeken denk ik tegen mijn kop. Boom! Ah! Maar dat was op de kussens. Oh, jong. Deur open, kapper. Jij bent een klootzak, ja. Yes! Oh, ik dacht dat ik hem geraakt had. Nee, wat niet. Oh my shit, dat was op de bedje. Doe die deur. Ik kan je ook horen. Oh, we hebben die raam. Doe deze bij, yo! Holy shit. Oh nee, fuck. Haha, face jongen, ik heb geen wapkogels meer. Laat dat wapen vallen, hè? Ik geef je alles wat je wilt. Ik heb doop. Ik heb geld. Wil je wat doop? Jij wilt mij dood, schiet ik u ook dood. Misschien ben ik niet dood, man. Mijn vader. Dat kan mij niks schelen dat je vader bent. Dit is Sarah. En die kleine hier. Moet ik hard zijn. Je hebt mij proberen te vermoorden en ik zeg ook vader. Alsjeblieft, man. Ik wil ze graag weer zien. Alsjeblieft, schiet nou niet. Ga spitten wat kop schieten. Ik Pat, doe het, zou ik zeggen, zeg ik zo. Maar ik heb geen keus. Ik heb ook geen keus. Ik schiet je neer. Fotokke, selfie. Ja, Peter zo'n selfie voor je like moeten nemen. Hé, ik heb baard. Hé, hey, DNA-sporen. Zo'n selfie voor zijn gezicht zo aan. Kies! zou wel raar zijn, hè? Telefoon. In de pistoolgreep. In de pistoolgreep. Ah, daar zit dat kaartje. Oké. Voor in mijn gsm. Allee, voilà ze. Zo, dat is rap in mijn gsm stoppen ze. Met mijn oud toestel van vroeger. En wat zien we? Oh nee, John. Beeld valt weg. Goed. Maar ja, we hebben John nog eens gezien, hè. We weten dat hem nog leeft. Maar het kan ook het catch zijn dat hem gegeven heeft aan ons in die gsm en dan in dat wapen gestoken heeft. Dat 2 keer opgenomen is in hetzelfde. En dan 2 keer gekopieerd. Die catches. Dat kan ook zijn. Dat er wel echt, alleen dat hij misschien dood is. En dat wij nu alles aan doen om John leven terug te vinden terwijl hij al dood was.
is misschien naar Kana, ik weet dat niet. Wow, dat zijn veel peren. En een vis. Al wat bloed. Allee, overgeven bedoel ik. Dat was gewoon een kinnetjes, hè. Sam hier. Ik heb de informatie waar je om vroeg. De eigenaar van het appartement in Marble Street is ene dokter Adrian Baker. Hij was loodschirurg. Hij verkocht drugs aan junkies als bijbaan. Heeft een tuin vergaat door goedkope appartementen op te kopen. Inclusief die op Marble Street. Hij werd uiteindelijk betrapt. Ging een paar maanden de bak in en raakte zijn vergunning kwijt. Interessant. Bedankt voor de informatie, Sam. Daar kan ik mee. Hey, Matt. Doe voorzichtig, oké? Ik doe mijn best. Ik spreek je later. Onze brommer is afzetten, ze. De eigenaar van het appartement waar Ethan zijn vinger afsneed, woont hier. Het is een duidelijk spoor, maar meer heb ik niet. Ja, je wilt weten wie dat zijn vinger afgesneden heeft. Toen we zot waren in onze kop. We gaan eens aanbellen. Och, doe ik met open. Hi, ik heb gehoord dat je beter op punt verstrekt. Zonder recept? Sorry, je moet je vergissen. Tot ziens. Oh, wacht. Ik heb je hulp echt heel erg nodig. Ik heb geld. Oh, zeg dat dan meteen. Kom maar binnen. Als geld is, dan springen ze altijd, hè. Merci. Je gaat precies naar Hawaii. Maar die bloemetjes. Dus, je bent op zoek naar Betropen, liefje. Val je moeilijk in slaap? Hoeveel heb je nodig? Ik weet het niet. Iets van 3-4 doosjes? Nou, dat zal geen probleem zijn. Wil je iets drinken? Ik wilde net iets inschenken. Nee, dat hoeft niet. Het alcohol smaakt een veel minder bitter, vind je niet? En trouwens, we moeten toch linken op onze eerste deal? Nee, want ik vertrouw u niet. Zonder nou een vent zo. Aan mijn lijf. Dat zou stom zijn. Ik heb je hier nog niet eerder gezien. Hoe weet je van mijn bestaan? Ontwijking, ander onderwerp, vergissing, vragen. We gaan vragen. Vaag. Dat weet ik niet meer. Vragen, ja, maar niet twee. Van die pillen raak ik compleet in de war. Ik weet soms niet eens of het dag of nacht is. Het is dag nu, hè. Appartement. Ik hoorde dat u een paar appartementen te huur had. Ik ben op zoek. Sorry, schatje. Alles is verhuurd. Oh, spijtig. Jammer. Ik zocht iets in de buurt van Marble Street. Denk nog maar wat. Wil je niks drinken? Nee. Ik heb niet zo'n dorst. Ik vertrouw je vent voor geen haar. Ik pak wat pil voor je. En zo terug. Toch geen pillen dat je... die blauwe pilletjes zoeken. Ik zijn haar naam kwijt. Wat een gluiperd van een vent. Ik kijk snel even rond of ik iets belangrijks zie voor hij terugkomt. Ja, ik vind dat ook een rare vent. Kamer? Misschien even achter deuren gluren? Ik verzin wel een smoes als hij me betrapt. Wat gaat er voor zinnen? Hij is op de kamer. De motor. Geluid. Hij is vlakbij. Zijn de kast kijken. Paddy, vinden. Geen geluid maken, zeg ik. En je slaat die deur. Ik weet niet hoe het dicht. Snel. Ik moet iets vinden. Hij was overstuur omdat ik niets wilde drinken.
Dat was vast een goede keus. Een hele goede keus. Zou de moordenaar... dokter Origami Killer kunnen zijn? Er is iets vreemds aan de manier waarop hij eruit ziet. Ja, dat vind ik ook. Dat zie je al in de slaapkamer. Misschien is er iets in zijn slaapkamer. De kas. Oh, kas open. Operatiejassen. Ik dacht dat hij geen operaties meer deed. Vast een vreemde vorm van nostalgie naar het verleden. Of? Dat kan dat niet zijn. Doen. Hij ging de gang in om de pillen te halen. Wat was dit? Een kaartje. Wat staat erop? Blue, of zoiets? Blue Lali. Ik kan dat niet lezen. Het was er even weg. We zullen niet meer uitgaan. Voordat hem komt. Zullen we nog een kamer ingaan? Ja, waarom? We zijn nu toch bezig. Nieuwsgierig aagje. Oh, fuck, ik verschoot. We gaan samen plezier maken. Ah. Ja. Wacht jij maar af. Plezier maken? Oh nee, shit. Nee, fuck. Oh nee. Hé. Hey. Ja. Zeg eens hallo tegen Matthew. Hij zei dat hij voor de volkstelling kwam. Weer een van die vervloekte overheidsspionnen. Dus, jij bent geïnteresseerd in het huis op Marble Street? Wil je dat? Ik verhuur het aan mijn maat Paco, als je het echt wilt weten. Ik heb geen idee wat hij daar doet. Ja. Misschien is dat waar hij met zijn danseressen uit de Blue Lagoon neukt. Eerlijk gezegd interesseert het me geen zak, zolang hij de huur betaalt, mag hij doen wat hij wil. Denkt dat? Maar nu genoeg, prikwaad. Ik mis de chirurgie, weet je, dus ik geef elke kans aan. Blijf schreeuwen. Nee, geen boor. Ik heb geen medische instrumenten, dus ik gebruik wat er zoal ontslingert. Ik hoop dat je het me kunt vergeven. Ik kan het u niet vergeven, als ik het los kan, is... Toen die poort nu wat kort, hoor. Dit kan een beetje prikken. Ja, dat kan heel goed prikken, maar jij voelt het niet. Maar ik wel. Nee, shit. Nee, shit. Shit. Oh, nee. Is je nou dood opgevallen? Zodra je wat klus in huis gaat doen, staat er iemand voor je deur. Oef. Ik ben heel in nood. Dan zijn ik al lang los. Ik wil weer weg. Kom aan. Kunnen we die poort niet pakken? Oh, yes, ik zet mijn ene voet al vrij. Blijf hem ondervragen. Dat is een keer apparaat. Kom maar, dat moet lukken. Doe dat hoor. Oh. Oh nee, shit. Oh ja. Oh. Dat was niet raak, hè. Smeet er even. Oho, jij kunt dat moeilijk, hè. Oh, wel. Voilà. Kom maar, nee. Shit. Yes, dat was raak. Oh, nee, fuck. Oh, in de bakkers, man. In zijn bakkers was het, joh. Oh, oh, neem mijn voet, neem mijn voet. Pak die plank. Oh, recht in zijn kop. En dan in zijn... Oh, oh. Recht in zijn kinderkant. Voilà, maak het af, kom aan. Maar die vrouw is wel sterk. Nee, shit. Nee. Ah, oef. Nee. Nee, jij niet zo. Nee. Ah.
Auw. Daar is het mij naartoe. Oh nee. Des moet goed komen. Oh, richt is op pakjes. Ah shit, fuck het weer even, hè. Auw. Shit. Kut. Oh nee. Leeft hij nog? Ik hoop dat hij nog leeft, hè. The face! Yes! Oef, hij leeft nog. Allee, zij leeft nog, zij niet meer. Slaakt je tegen zo'n lul. Verdomme. De onnozele zak dat is. Oh, maken dat ik hier weg ben. Voordat hij terug levend komt. Maar dat gaat niet meer. Oh, oef. Aha. Zijn ik blij dat daar niks mee gebeurd is. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik dat het de volgende schiet of horror game. Dag.